verkopers, aandeelhouders. Heel veel mensen hebben me geprobeerd tegen te houden. Deze ondernemers gingen van helemaal niets naar een miljoenenbedrijf. In De Doorbraak volgen we 3 top 30 bedrijven die excelleren over de grens. Hoe zijn de ondernemers achter deze bedrijven succesvol geworden? En wat waren hun belangrijkste learnings op deze weg naar cross-border succes? De spannendste tijd voor mij als ondernemer en voor het bedrijf was het moment dat wij de printproductie in eigen hand gingen nemen. Het was een grote investering en een groot risico. Dat blijf je wel even bij. Ik trek de stoute schoenen aan. Ik ga mijn eigen babywinkel starten.